Ja, Jan-Willem, wat gaat er allemaal door je hoofd in die laatste kilometer? Oh, niet zoveel. Ik dacht, ja, ik moet gewoon het tempo hoog houden en dan aangaan en dan kijken hoe ver ik kom. Wat voor wedstrijd was dit? Nou, gewoon een leuke, gezellige wedstrijd. Ik was op pad met mijn twee vrienden en de sfeer was goed en de moraal was high. Voelde het ook echt zo voor jou, dat in die kopgroep, zo'n beetje met z'n drieën, we hebben wel een grote voorsprong en we kijken dan wel? Ja, nou, er werd wel gewoon heel efficiënt netjes gedraaid. Ik bedoel, anders kom je niet op 7 minuten uit. Maar er is wel wat afgelachen, ja. Het is wel zo van, oh, hier, NK 2012, ja, kut klinkstrook hier. En bij Slee natuurlijk, ja, was 2 weken geleden nog koers. En zo deden we een soort sightseeing tour. En zo ging het. Ja, ik had geen idee. We hadden natuurlijk geen idee. We voelden ons natuurlijk wel een beetje die kansloze vluchten, Sjaakjes. Maar uiteindelijk draai je de laatste ronde op, nog 8 kilometer te gaan. Hebben jullie nog een half minuut voorsprong? Je ziet ze telkens achter je, denk ik, peloton. Ik heb 1 keer gekeken, toen zag ik ze niet. Toen zag ik nog de neutrale auto. Ik denk, ja, als het een neutrale auto is, hebben we nog 1/2 minuut. En toen had ik bedacht, als we de eerste doorkomst halen, dan kunnen we het überhaupt halen, want het is heel veel draaien en keren. Julius van den Berg, die zat heel snel als stikkerpot eigenlijk. Die draaide op een gegeven moment ook niet meer mee met jullie. Is dat ook een teken dat je dacht van, ik moet nu gaan aanvallen op een gegeven moment om hem te lossen? Nou ja, op een gegeven moment voelde ik gewoon dat ik ook heel veel sterker was dan Twan Kasteleins. En ja, ik voelde gewoon dat ik steeds hardere beurten ging doen dan die andere gasten. Dus ik denk, ja, ik wil niet hebben dat ik hier naar de meet rijd en dat ik er dan af word gesprint. Dus ik dacht, nou, of het tempo moet omhoog. Ja, er moet wat gebeuren. En ik denk, nou, ik ga ervoor. Toen kwam Twan spijtig terug. Dat was, ja. En toen dacht ik, nou ja, ik rij wel gewoon door. Ik denk, nou, ik vraag of hij nog 1 keer wil overnemen of iets. Maar dat deed hij allemaal niet. Ik denk, ja, boor gewoon door. Dat zei ook Jimmy Moortje. Oh, rij gewoon door, rij gewoon door. Dus dat heb ik gedaan. En dan uiteindelijk komt het aan op een sprint. Ja, ja, ik denk, hou het tempo hoog. En kijken wanneer die komt, wanneer die komt. En toen hij een beetje kwam, toen ging hij er echt overheen. En toen ging ik gewoon nog een keer staan. Kramp achter mijn oren. En toen denk ik, krijg de tieners, ik kom overheen, joh. Nou, nah, dat is echt, ja, bizar. Echt, ja, dat is, dat is nou, dat besef ik nog steeds niet. Is dit jouw doorbraak? Nou, ik weet niet. Ik denk dat ik al, dat er wel mensen zijn die weten wie een Willem van Schip is. Maar ik denk dat er nu nog meer mensen weten wie een Willem van Schip is. Op trainingskamp in Spanje had je al gezegd van, ik wil deze ronde van Drenthe gaan winnen. En nu doe je het ook nog. Ja, het is wel mooi. We hadden een nieuw sneeuwpakje op trainingskamp. Het stond met Jason van Dalen stond op de kamer. En toen zei ik, nou, ik trek me even aan voor de moraal. Dus ik had het pak aangetrokken. Toen stond het daar in die slaapkamer. Ja, Willem van Schip, wint de ronde van Drenthe. Solo, bla bla. Maar ja, nooit gedacht dat dat ooit ging gebeuren. Dus dat is wel geestig. Eigenlijk ben je in opbouw naar de WK-baan. Ja, is niet per se het hoofddoel dit seizoen. Het komt super gunstig uit in de planning in de WK-baan. Daarnaast is baanwielrennen gewoon een super mooie toevoeging op de weg. Ik bedoel, ja, steenhard kop over kop rijden. Ik bedoel, vliegende 5-6 kilometers op de baan doen, dat is idem. Dus ja, ik ben benieuwd of dat wat het op de WK-baan wordt. Wat worden je volgende doelen voor dit voorjaar nog? Nou, dit was eigenlijk mijn eerste alles erin koers. Met de rode cirkel waar ik graag hard wilde fietsen. En mijn volgende alles erin koers is Tour de Normandie. En dan WK-baan. En dan is het natuurlijk weer Arnold Wout Memorial. Dan even een week niks doen. En dan kijken naar Anpoostras en het NK. Dus dat is een beetje de planning. Heb je al een belletje gehad van Roompot? Nee, nog niet. Lotto Jumbo? Nee, ook nog niet. Ik denk dat die Lotto Jumbo dat die nogal even een dagje moet stoom afblazen voordat ze gaan bellen.